De Nola Hatterman Art Academy heeft vandaag op het terrein van Fort Zeelandia een open dag gehouden. Tijdens deze open dag zijn studenten in de gelegenheid gesteld zich meteen in te schrijven voor een van de opleidingen. Daarna zijn ze samen met belangstellenden voorzien van informatie over de opleidingen. Waarnemend coördinator van de Nola Hatterman Art Academy, Sunil Pulyun, vertelt over de open dag. De open dag is meer bedoeld om de gemeenschap wat meer bekendheid te geven van de academie. En ook dat mensen die geïnteresseerd zijn een kijkje mogen kunnen nemen wat er allemaal binnen de academie door de studenten gedaan wordt. De presentaties van de studenten, zowel de eerste leerjaar, tweede leerjaar en de derde leerjaar, zijn allemaal keurig gepresenteerd binnen. Waarbij de toeschouwer en op het kunstminnend publiek, maar ook zeker geïnteresseerden die voor het nieuwe schooljaar de inschrijvingen willen doen, kunnen dan alvast een kijkje nemen van wat de studenten allemaal eventueel aan het doen zijn. Want er zijn ook wat kleine demonstraties van de studenten die weggegeven zullen worden. Maar ook dat er een indruk meegenomen kan worden door de kijkers, de toeschouwers, om te zien van wat Nola Hatterman à la Academie allemaal te bieden heeft. Het afgelopen schooljaar 2017-2018, dat is ook heel vlot verlopen. De Nola Hatterman Art Academie die gaat woensdag aanstaande 15 augustus met vakantie. En tegelijkertijd de open dag dat gesteld is dat de studenten, aanstaande studenten, ook gelijk hun inschrijvingen kunnen gaan doen. Het instituut heeft een goed jaar achter de rug, zegt Pulyun verder. Hij is ontzettend tevreden over de artistieke werken die de studenten maken. De toelatingseisen voor wat de academie betreft, dat is vrij. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. De Nola Hatterman Art Academie die hanteert nog steeds de filosofie van mevrouw Nola Hatterman, talent voorop. En dat is ook waarvoor wij staan, omdat ook juist daar de grote talenten schuilen. Dus je hoeft geen specifieke middelbare opleiding of een MULO-opleiding te hebben. Voor wat de opleiding nu is, is de vooropleiding niet vereist. Alleen dat je de talent hebt en je graag je talent wil laten ontwikkelen, dan zijn wij ervoor. Sunil Pulyun, waarnemend coördinator van de Nola Hatterman Art Academie. Vandaag heeft het instituut een open dag gehouden waar studenten en belangstellenden terecht konden voor informatie.